Nabehandeling, follow-up van een patiënt met een hersentumor is heel belangrijk. Omdat we willen weten hoe het met die tumor gaat. Die tumor die kan terugkomen en het kan zich uiten in klachten van de patiënt en dat kunnen we ook op de scan zien. Als het over de klachten gaat, kunnen iemand opnieuw epileptische aanvallen hebben, waar medicijnen voor nodig zijn. Er kunnen neurologische uitvalsverschijnselen optreden, er kan een depressie optreden, al dan niet samen. En dat is heel belangrijk om dat te onderscheiden, omdat ieder van die klachten zo goed mogelijk ook behandeld moet worden en dat kan vaak ook. Tegelijkertijd is het van belang, gedraagt de tumor zich goed, komt hij niet terug, blijft hij goed onder controle of komt hij terug? Vandaag de dag met onze goede scans is de scan gevoeliger dan wij zelf, dan de patiënt zelf. En daarom zal zo'n scan plaats moeten vinden met een bepaalde regelmaat. Bij een hele kwaadaardige tumor zullen we dat iedere 3 maanden doen. Soms iedere 6 maanden, soms iedere 9 maanden. Nog met grotere tussenpozen, afhankelijk van wat we weten, wat we van die tumor, van die hersentumor, kunnen verwachten. Natuurlijk is de uitslag van zo'n scan dan spannend, want die kan je niet van tevoren voorspellen. En de spanning daarvan kun je ook niet met woorden wegnemen. We proberen natuurlijk de tijd tussen zo'n scan en de follow-up daarna zo kort mogelijk te laten zijn. De radioloog moet er natuurlijk naar gekeken hebben, zodat we meteen weten en de patiënt kunnen vertellen, met die tumor gaat het goed of het gaat niet goed. En dan vertellen we vaak van tevoren ook al wat we gaan doen voor het geval dat die tumor mocht terugkomen.